Goedemorgen allemaal. We zijn vandaag in Adenkerke en ik ben Cedric van Malen. Wat is er hier vandaag aan het gebeuren? Wel, we zijn hier op Lammetjesdag vandaag en er zijn tal van activiteiten, zowel voor groot als voor klein. Waar zijn we hier vandaag nu precies? We zijn eigenlijk in Adenkerke op de ouderlijke boerderij van mijn papa en mijn mama geweest. Ze zijn zoveel jaren terug op pensioen gegaan. En de bedoeling was om hier alles plat te smijten en een verkaveling van te maken. En mijn jongste broer, de boer zoals we die noemen, die heeft het initiatief genomen om een kinderboerderij van te maken. Zijn grote kinderdroom, letterlijk. En hij heeft dat 11 jaar geleden voor de eerste keer een dag georganiseerd als zijnde van de mensen van Adenkerke en omstreken mogen komen kijken naar de lammetjes die geboren worden. En wat dat eigenlijk heel kleinschalig begonnen is stelselmatig jaar per jaar uitgegroeid tot een dagevenement om u tegen te zeggen. Op die manier zijn we op Lammetjes aanwezig. Welke activiteiten kunnen de mensen hier allemaal doen? Welke activiteiten? Voor de kinderen is er een heel parcours opgesteld om taarten te maken, om kunstwerkjes te maken, om eens bij de vertellers te gaan die het leven van de schaapjes uit de doeken te doen. Je kunt het pannenkoekenatelier bekijken waar dat de boer eigenhandig zijn pannenkoeken bakt. Er zijn workshops te doen, er is een visput, er zijn springkasteel, er is een schaapscheerder. Mensen kunnen ook komen kijken voor schapen te drijven. De spinsters zijn ook aanwezig waar dat ze de wol van de schapen dan uiteindelijk gaan in wol maken. Om truien en kousen te maken. En dan vooral iets eten, lekkere pannenkoeken eten, iets kleins eten. Veel bieren die kunnen gedronken worden. Ook de gekende moerduvel kan hier gedronken worden. Dus ja, groot, klein, voor iedereen is er wel iets. Wat is een lammetje precies? Lammetje, maar dat is eigenlijk een klein schaapje. Hoe lang duurt het voordat een lammetje wordt geboren? Een lammetje dat duurt 5 maanden min 1 week. En hoe lang kan je een lammetje noemen? Zolang het lam zuigt, dan blijft het eigenlijk nog als lam. Het is maar eenmaal dat het eigenlijk van de ooi, van de moeder wordt weggenomen, dat we eigenlijk overgaan naar een schaap. En wanneer mag een lammetje buiten? Eigenlijk van het moment dat het goed weer is. Als het een beetje warm is, uiteraard vriezen en regen is niet zo fijn. Maar als het goed weer is, laat ze maar buiten. En dat is zo mooi om ze dan te zien springen met de 4 pootjes in de lucht. Heb je dat al gezien? Nee, nog niet. Dat is echt de moeite waard. Je moet maar een keer gaan kijken. Dat is ongelooflijk. Vandaar de uitdrukking schaapjes dartelen in de weide. Hoe weet je dat een schaap zwanger is? Zeer goede vraag.
Al ooit een keer in een grote wei gelopen met heel veel schapen erin? Nee. Nee? Wel, als je de lammertijd is, dus ze zeggen eigenlijk wanneer, dus de ram, dus dat is de mama, de papaschaap, gaat hij inderdaad, wat hij gaat doen, hij gaat gaan snuffelen. Hij gaat gaan snuffelen naar de ooien, dat zijn de mamaschapen. En wanneer die mama een geur afgeeft, dan gaat de ram zijn lip gaan optrekken. Dan gaat hij met zijn poot beginnen in het gras. En dat wil zeggen dat dat schaap klaar is om gedekt te worden. Maar om nu te weten wanneer dat gebeurt, dan doen wij dit eraan. En eigenlijk een buk of de ram, die geeft zoiets. Zoals je ziet, het is helemaal afgesleten, maar dat is eigenlijk een potlood. En vandaar dat je kunt zien dat er in de weide bijvoorbeeld schapen rondlopen met een rode vlek op hun kont. En zo weet dan de boer, ah, die ooi is gedekt. Vandaag kan ik beginnen tellen, 5 maanden min een week, en dan zal ze moeten lammeren. Maar er is nog een ander probleem. Het kan best zijn dat dat schaap is verlopen. Dat wil zeggen dat ze niet gedekt is. Wat doet hij dan? Na ongeveer 10 dagen gaat hij een andere kleur gaan nemen. En doet hij terug, we noemen dat eigenlijk een stift, een potlood. Dat wordt eigenlijk tussen de ram eigenlijk vastgemaakt aan hem. En dan gaat hij dat er. En is ze verlopen, dan gaat hij opnieuw haar gaan bespringen. En dan kun je schapen vinden met 2 kleuren op hun poep. Een rode en een witte. Of de groene en een zwarte. En dan moet je uiteraard opnieuw gaan tellen voor te weten wanneer ze gaat bevallen. Krijgt een lammetje een naam? Of hoe weet je nu welk lammetje het is? Wel, eigenlijk, als dat bij gewone mensen is, dan gebeurt het wel dat ze een naam geven. Maar natuurlijk, bij een schapenboer waar er honderden zitten, ja, dan kun je ze geen naam gaan geven. Maar hoe weet je nu? Wel, eigenlijk, schapen die worden genummerd. Zoals bijvoorbeeld dit hier. Krijgen ze dat rond hun nek, maar ook in hun oren. Wordt dat eigenlijk een kenmerk. En dan weten ze van, dat is met dat nummer, en dan weten ze van, dat schaap komt van die moeder, en dat heeft allemaal te maken voor de voedselveiligheid. Doet het kenmerk in de oren pijn? Ja, stel je voor dat je bij jou, zoals bij de meisjes soms, dat is maar een heel klein beetje dat pijn doen, maar in feite hebben ze daar geen last van. Hoe vinden lammetjes hun moeder in een grote groep terug? Wel, dat is heel eenvoudig. Op het moment dat het lammetje wordt geboren en de mama begint dat lammetje te likken, geeft het al sowieso de geur. Maar ook spreekt ze daartegen. Gaat ze eindelijk ja, ook gaan roepen. En dat lammetje antwoordt. En voor haar is dat de codetaal. En ze mag om te even waar zitten. En het lam of de lammetjes, want bijvoorbeeld best hebben ze ook dikwijls 2. En wanneer zij dan roept en die kleine lammetjes mogen om te even waarzetten, die horen de roep van de mama en die zijn daar, maar ze weten het is etenstijd. En elk drinkt altijd aan dezelfde kant. Ze gaan niet wisselen. Mag je een schaap of een lammetje knuffelen? Eigenlijk nee. Dat is niet de bedoeling. Je mag het aanraken, heel voorzichtig, maar eigenlijk hebben die diertjes dat ook niet graag. En dan gebeurt het aan kleintjes bijvoorbeeld aan de oortjes gaan trekken of willen aan het staartje trekken, maar wij hebben dat ook niet graag dat ze aan onze oren trekken. Hé. Dus eigenlijk, de lammetjes hebben dat niet graag. Je mag het wel strelen en als het nodig is, mag je het een keer opnemen in je armen. Maar altijd heel voorzichtig mee omgaan. En de ooi zal dat ook niet zo graag hebben. Eigenlijk moeten we die dieren een beetje met rust laten. Vooral wanneer het net gelammerd is. Dus want wanneer het lammetje uit de mama komt, dan zit er eigenlijk heel wat slijm rond. En dan is het eigenlijk dus dat de mama gaat eigenlijk het lammetje beginnen lekken. Zodoende dat het lammetje helemaal proper wordt. En dan is het vooral afblijven. Ja, want dan kan het gebeuren als jij als mens te veel aan dat lammetje komt, vooral als het nog maar vers geboren is, dat de moeder plotseling zegt, ah, ik moet jou niet meer hebben. En dan is het een probleem. Vooral met de geur, want wij laten ook geuren achter. En op dat moment zegt die mama, ja, dat is mijn lam niet meer. Ik moet het niet meer hebben. En dan is het ja, op de fles. Maar dan is het wel zo, een lammetje die met de fles wordt gekweekt, dan ben jij de mama en dan loopt het altijd achter u. Wat als een moederschaap het lammetje niet telt? Wat gebeurt er dan? Wel, dat kan natuurlijk gebeuren doordat er bijvoorbeeld een moeilijke bevalling is geweest. Dat kan zijn dat het schaapje een beetje vast zat en dat eigenlijk ja, het problemen heeft gehad om gekocht te worden. En dan kan het zijn dat eigenlijk mama schaap het niet meer moet hebben. En dan is het natuurlijk, ja, zoals bij de baby's, hè, met de papfles. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want een lammetje heeft vooral de eerste melk nodig. We noemen dat de biesmelk.
Als het schaap dat niet krijgt, dan sterft het. Dus vandaar heel belangrijk is dat je schaap, moederschaap kan gemolken worden, krijgt de eerste melk. Maar ja, je kunt natuurlijk niet elke dag dat gaan melken. En dan zetten we dat op een emmer. En een emmer met spenen, zoals dit. En dan kan eigenlijk het lammetje daaraan drinken. Dan maken we eigenlijk zelf melk. Dus de mama, we kunnen eigenlijk melk gaan kopen. En op die manier maak je melk, van melkpoeder, doet je daar hierin. En dan weet de schaap, daar kan ik drinken. En op die manier komt het groot. Dan wordt het eigenlijk groot met poedermelk. Hè? Dus niet meer met de melk van de ooi, van zijn mama, maar wel dus met poedermelk. Zoals met mijn babytjes eigenlijk ook gebeurt bij de mensen. Blijft er nog iets van de ouderlijke boerderij over? Zeer zeker. We hebben de oude paardenstal. Vroeger, heel vroeger was dat de oude paardenstal. Dat is dan, hoe dat wij dat noemen, de smissen geworden. Waar dat, alle werktuigen en de tractoren hersteld werden. Dan hebben we het oude woonhuis, die nog intact is op dit moment. De oude koestal en de mikke, de schuur. Die zijn verbouwd tot eetcafé. En pannenkoekenatelier. Wat hebben we dan nog? We hebben dan nog de varkensstallen die blijven bestaan hebben. We hebben tottekot, autokot van vroeger, die hinderachter ook nog is. En dan hebben we eigenlijk, wat dat wij vroeger zijn, bietenkot. Dat is waar in de winter alle bieten opgeslagen werden, dat we nodig hadden om aan de dieren te geven. Dat is eigenlijk omgebouwd tot een overdekt terras. Hebben ze ook nog oude voertuigen van vroeger? Ja, de oude ferrizong, die rijdt effectief nog rond. We hebben nog de hulnair, maar ik zou moeten vragen aan de boer of dat die nog rijdt of niet. Wat hebben we nog? De altunne, die is er nog. En dan ja, nog wat klein materiaal dat elke boer nodig heeft. Hé. Dat hebben we ook nog over. Wanneer kan de boerderij bezocht worden? De kinderboerderij kan eigenlijk elk weekend bezocht worden, met uitzondering van december en januari. En dan in alle schoolvakanties is het 7/7 open vanaf 10:30 tot wanneer dat sluit. Het volk komt hier stil aan toe. Bedankt voor het kijken. En als je zelf wilt bezoeken, ieder jaar opnieuw, tweede zondag van maart. Dag!